Good morning YouTube! Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Liet.nl, oftewel Jeff. En vandaag weer Black Ops 2. Ja, nee, maar goed, vandaag weer Black Ops 2 voor jullie. Dit was een potje van gisteravond. Op zich ging ik wel heel erg lekker. En gisteren heb ik ook iedereen bedankt natuurlijk. Die mij altijd heeft geholpen tot aan de 2000ste sub. Iedereen die altijd een berichtje achterlaat. Iedereen die altijd even in zijn favorieten zet. En natuurlijk hem ook liked. Maar gisteren was ik wel eventjes vergeten om de fan Twitter van mijn, hoe je dat ook noemt tegenwoordig, de Twitter fans. Om die ook natuurlijk te bedanken. Zoals jullie weten heb ik een, of tenminste misschien niet weten, maar sommigen van jullie weten het wel. Is er ook een Twitter-fan van mij aangemaakt. Dus daar kan je dan op abonneren. Of tenminste, die kan je dan ook volgen. Ik zou zeggen, volg je mij nog niet op Twitter, doe dat ook meteen. De link staat in de beschrijving. Ook de outro, de intro, muziek, alles staat allemaal in de beschrijving. Dat doe ik even. Ja, want heel vaak heb ik de vraag nog steeds. Jeff, hoe heet dat nummer? Ja, jongens, kom op, lees gewoon even in de beschrijving. Iedere YouTuber zet dat soort dingen in de beschrijving. Tenminste, als ze een beetje groter zijn, laat ik het zo zeggen. Dan zetten ze dat ook wel in de beschrijving, weet je. Want die gasten die denken tenminste een beetje mee en zo. Nee, maar goed. Dat is allemaal te vinden in de beschrijving. En ook wie ik nog moet bedanken. Maar dat doe ik even aan het einde van de video. Dat is natuurlijk de Xbox. Die wil ik heel graag bedanken. Echt waar. Wat een top systeem is Xbox Live. Echt top systeem. Ik krijg er het schijt van. En dat meen ik echt waar. Ik krijg echt het schijt van Xbox Live. Sinds gistermiddag. Sinds gistermiddag. Toen was ik aan het spelen met subs. Toen werd ik er op een gegeven moment werd ik eruit gegooid. Disconnect van Xbox Live. S'avonds ging ik het weer proberen. En op een gegeven moment zat ik ook op een lekkere streak. Dan is er zo direct rust. En dan word ik gewoon weer gedisconnect van Xbox Live. Vanmorgen heb ik weer even zitten spelen met Viz. Wie Ajax. Double. Wie waren er nog meer bij, joh. Legit Nick was er ook bij. Waren er nog meer mensen bij? Nou, ik weet het niet eens. Maar goed, was in ieder geval gezellig. Was een leuk clubje. En op een gegeven moment word ik gewoon weer uitgelazerd. En dat gebeurde nog 3-4 keer. Jongens, wat moet ik ervan zeggen? Ik krijg er echt scheid van. Alles is goed, de bekabeling is goed, alles is nieuw. Ik snap er geen kloot van. Zo heb ik helemaal geen last en zo heb ik constant last. Nou, laat mij even weten of er wat aan de hand is met Xbox Live zelf. Ik heb ook natuurlijk een beetje op Google zitten kijken. Ik kan het niet echt vinden. Misschien heb jij zoiets van, oh, wacht even, ja, dat is dat en dat, dat heb ik gehoord of wat dan ook. Nou, laat me alsjeblieft even weten. Ik heb alles al gedaan. Mijn netwerk is open. Dus ik heb gewoon mijn nettype openstaan. Dus dat is gewoon goed. Mijn firewall heb ik zelfs uitgezet en ik heb er nog last van. Ik kan niet meer insignen, ik kan helemaal niks meer. Hij is heel erg traag, die fucking Xbox. Ik krijg er echt het schijt van. Maar als jij weet wat het, wat het is, laat het dan eventjes weten. Dan, misschien kan ik het dan even oplossen. Van de week is er ook nog gezegd, Jeff, heb je een Xbox, dan wil ik graag meespelen. Nee, of heb je een PlayStation, dan wil ik met je meespelen. Nou, heb ik niet. Maar er stond er ook onder, zo niet, ga hem dan nog even kopen. Ja, of dat het geld om mijn rug groeit, weet je. Nee jongens, ik heb geen PlayStation, ik speel echt op Xbox. En ik zal ook nooit op PlayStation gaan spelen. En waarom niet, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk altijd al een Xbox gehad en daar ga ik niet overstappen, dat doe ik niet. Ik heb ook totaal geen vrienden op de PlayStation. Tenminste, subscribers en zo. Dat zijn natuurlijk ook mijn vrienden. Nee, maar ik bedoel geen vrienden om waar ik altijd mee game. Die hebben allemaal gewoon Xbox. Dus ja. Wat kun je verwachten? Vanavond kan je nog een videootje van mij verwachten. En dan wou ik graag weten in de comment section of jullie willen zien. MW3 of Black Ops. Laat het even weten, jongens. Laat het ook even achter. Black Ops 2 of MW3. Nou ja, goed. Laten we gewoon zeggen
Met een uur, nadat een uur dat hij online heeft gestaan, dan ga ik gewoon even kijken wat de meeste stemmetjes zijn. En dan ga ik dat natuurlijk uploaden voor jullie. Ook ga ik, want dat heb ik al 100 keer gezegd, ga ik de Olafit inspreken samen met Paul natuurlijk. Dat is de theorie-examen. Nou, die zal je dan eerder zo ook kunnen verwachten. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. En natuurlijk, Xbox Live, ook hartstikke bedankt voor deze gameplay. En tot later. Ciao.